Hallo iedereen, opnieuw een video van mijn auto. Het is nogal een drukke dag, maar ik wou zeker deze boodschap eens meegeven. Omdat ik merk dat de mannelijke energie op dit moment doorheen een healing, een transformatie gaat, heel veel stress ervaart, heel veel ballasten aan het uitwerken is om uiteindelijk dan ook los te breken van bepaalde systemen en structuren dat ze altijd gekend hebben. En dat deed mij naar aanleiding van een gesprek met iemand die het op dit moment ook ervaart, maar eigenlijk de vrouwelijke energie is. En dat liet bij mij iets herinneren. Dat eigenlijk, ook al ken jij jouw tweelingvlam nog niet fysiek, of hebben jullie zelfs elkaar fysiek nog niet ontmoet, door de connectie dat er is, energetisch gezien, dan ervaar je ook wat dat de andere doorheen gaat. En zeker wanneer dat diepe emoties zijn, maar dat kan zowel in de diepte zijn als ook in de hoogte. Dat is iemand die in de love bubble zit en super gelukkig en geweldig is. Dat ga je ook ervaren. Maar wanneer dat er iets gebeurt in het leven van je tweelingvlam, waarbij dat die echt diep verdriet ervaren, diepe pijn ervaren, dan kan dat ook zijn dat jij op dat moment je niet zo lekker voelt, dat je precies heel veel moet wenen, dat je er last mee hebt. En dat kan en heeft te maken met het feit dat eigenlijk jouw tweelingvlam op dat moment daar doorheen gaat. Ik ga een voorbeeld geven. Toen ik ongeveer tussen mijn 14 en 16 jaar was, was er een periode waarop ik plots, zonder dat ik het wist, of niet wist wat er aan gaande was. Iedereen verklaarde het als het is puberteit. Maar dus in die periode had ik het lastig. Ik wou hier ook niet meer zijn, ik wou niet meer leven. Ik zat zelfs met zelfmoordgedachten. Maar er was niets in mijn fysieke wereld die eigenlijk daar de oorzaak van kon zijn. Nu, wat ik toen natuurlijk niet wist, was op diezelfde periode dat mijn tweelingvlam eigenlijk zijn vader verloren heeft. Dus hij is op dat moment door een heel zware periode gegaan. En dus dat liet mij ook beseffen dat eigenlijk de dingen die ik toen ervaren had, niet zozeer van mij vandaan kwamen, of niet zozeer mijn stukken waren, maar dat die eigenlijk ook te maken hadden met zijn verdriet, zijn verlies. Dus, om het te zeggen, want op dat moment waren we allebei nog niet in contact, we hadden elkaar nog niet ontmoet, we hadden elkaar nog nooit gesproken in dit leven. Ik zeg bewust het leven, hè. Maar dus door die diepe zielsconnectie dat er is en die verbondenheid dat er altijd is doorheen je leven, kan het dus zijn dat je heel veel dingen ervaart. Zo kan het ook zijn wanneer je tweelingvlam intiem is met iemand anders, dat je dat ook voelt en ervaart. Dus, waarom zeg je dat allemaal? Wanneer je door bepaalde dingen heen gaat, wanneer je bepaalde emoties ervaart en je hebt geen idee van waar dat vandaan komt, weet dan dat jij als vrouwelijke energie helpt om emoties van de mannelijke energie te gaan transformeren. Ik heb het in mijn laatste 3 jaar meermaals ervaren. En wanneer jij dan ook zegt van kijk, oké, ik vraag aan mijn lichtteam om me te helpen om die emoties te transformeren. En eigenlijk via mijn lichaam, letterlijk lichtlichamen ook, om die te gaan transformeren, ga je merken dat je veel gemakkelijker en veel sneller doorheen zal kunnen gaan werken. Vaak is het zo opgezet dat dit ook een aantal dingen in jezelf triggert, waardoor je zelf ook weer een aantal schaduwen kan gaan uitwerken. Maar dus in het geval, in het voorbeeld dat ik daarnet gegeven heb, toen ik mij op een of andere onverklaarbare manier depressief voelde en met die zelfmoordgedachten aan het worstelen was, dan had dat dus op dat moment niet met mijn proces te maken, maar wel met dat van mijn tweelingvlam. Natuurlijk, als tiener heb ik daar ook dingen uit geleerd. Op dat moment, als ik me goed herinner, is dat eigenlijk de eerste periode waarop ik mij ook gericht heb naar lichtwezens, naar mijn team. Waar ik ook boodschappen door kreeg. Mijn grootvader, die een aantal jaar ervoor gestorven was, was dan eigenlijk mijn kanaal, mijn verbinding met het andere reek, als het zomaar moet zeggen. Maar dus dat zijn allemaal dingen dat ik toch wou meegeven, want het is belangrijk om te weten dat je dat kan gaan transformeren. En dat is niet alleen voor tweelingvlammen ook zo. Wanneer je dingen voelt en je weet niet onmiddellijk van waar dat vandaan komt, dan kan je ook gewoon vragen van transformeer alle emoties, alle dingen, alle energieën die niet van mij zijn.
En wanneer die eigenlijk onmiddellijk weg hebben. En niet onmiddellijk, het kan onmiddellijk zijn, maar het kan ook nog een aantal minuten of een uurtje duren. Maar als je merkt dat het verdwijnt, dan weet je dat het niet van jou was. Dat het van het collectief was, dat je mee helpt te transformeren, dat je overgenomen hebt, dat je geabsorbeerd hebt, dat je om een of andere manier. Oeps, een auto die in de struik gereden is. Maar dus dat je. Weet dat je de kracht hebt om dat te transformeren. Blijft het langer hangen of blijft het toch in je systeem en heb je het gevoel dat je er echt niet kan transformeren, dan is het omdat er nog een aantal puzzelstukken, nog een aantal inzichten zijn die je nodig hebt om het te kunnen transformeren. Nu, als je daar meer wilt over weten, of als je zelf nu tegen dingen aanloopt en niet goed weet van waar dat vandaan komt, of je bent een tweelingvlam, of je zit in een zielsconnectie die heel uitdagend is of wat dan ook. Ik organiseer nog 2 maal het webinar Transformeer je leven. Dit webinar is echt bedoeld om van dienst te zijn voor jullie. Om echt tijd en ruimte vrij te maken voor de stukken waar je nu tegenaan loopt. Zonder dat je verplicht bent om onmiddellijk alle sessie te boeken of te reserveren of te betalen. Dat kan natuurlijk ook, hè, als je het niet durft te delen in een groep. Maar ik moet zeggen, de afgelopen 2 webinars dat ik gegeven heb. Is magisch hoe de juiste mensen op het juiste moment samenkomen. Dus als je daar voelt, naartoe getrokken voelt, of je hebt alles meegedaan en je wilt nog eens meedoen, altijd welkom. Dus ik geef een aantal informatie mee, maar het is echt bedoeld om aan de hand van de vragen die jullie hebben, om daar een antwoord onmiddellijk op te geven, zodat je onmiddellijk verder kan. Want dat is hetgeen wat mijn team ook gezegd heeft dat nu nodig is in deze tijd, omdat heel veel mensen op zoek zijn naar inzichten en antwoorden en eigenlijk niet altijd bij de juiste mensen onmiddellijk terechtkomen. Of eerst door een heleboel funnels en wat dan ook moeten gaan. Dus ik wil op deze manier onmiddellijk beschikbaar zijn. Misschien dat ik binnenkort ook nog eens een live doe, waarin dat ook mogelijk is. Maar natuurlijk is dat nog publieker en dan is dat iets minder persoonlijk voor mijzelf om aan jullie te verbinden. Omdat via de Zoom-sessies, dus via het webinar, dat is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld Zoom gebruik. Omdat ik dan ook jullie zie en dat jullie dan ook gewoon met mij kunnen spreken zoals dat we nu doen. Want wanneer ik gewoon live ga, dan kunnen jullie mij zien en dan kan ik wel de chat lezen. Maar dan is dat ook weer een andere manier van verbinden. Dus dat is de reden. Dus als je dat wenst, dan kan je ervoor inschrijven. Ik zal anders de link om in te schrijven hieronder de video ook plaatsen. Mocht je dat wensen. Heb je zaken waar je zegt van ik wil dat niet in groep delen, maar ik wil dat wel eens met je over spreken of eens vragen, dan mag je mij altijd via de contactpagina ook je vraag op sturen. Dan ga ik kijken wat dat er precies is dat ik ontvang of doorkrijg voordat er mag gaan gebeuren. Zo, ik zie dat de jongens naar buiten komen. We zitten in de examenweek, dus ik moet ook heel mijn schema erop aanpassen. Maar dat is geen probleem. Dat is het voordeel van mijn eigen baas te zijn en in flow te leven. Nu, ik wens jullie in ieder geval een hele fijne dag. Ik hoop dat jullie ook van het warme weer mag en kan genieten. Ga zeker eens naar buiten, want de zon is echt krachtig. Ga je ook heel veel energie geven. Bevat ook heel veel healende codes. We zijn ook vandaag 21 maart. Dus de officiële kalenderdag van de start van de lente. Maar voor mij is de lente al eventjes bezig. Want het is ook de equinox. Dus vandaag zijn ook dag en nacht even lang. Dus ik zou zeggen, als je klaar bent om naar de zonnige kant van je leven te gaan en je wensen aan te trekken, maak er gebruik van. Gebruik de energie die er nu ook zijn, collectief, om je leven op een positieve manier te veranderen. En het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Dus als je daar ook meer over wil weten, dat ga ik ook onmiddellijk meegeven. Op alle diensten en trajecten die beschikbaar zijn op mijn website, is er nu 11% korting. En dat kan je gewoon op de, hoe noem je dat ook alweer? De betaalpagina. Kan je gewoon de code LENTE ingeven en dan gaat automatisch de 11% korting verrekend zijn. En die korting is nog geldig tot eind deze maand. Dus waarom alleen maar vandaag? Tot het einde van de maand. En in de hoop dat ik ook jullie daar ook weer een stukje mee verder kan helpen. Zo, ik zie dat mijn zoon er komt aangevlogen. Dus het was een goede dag, een goede vanmiddag. Dus als er vragen zijn, als je het ergens tegenaan loopt, aarzel niet om je te laten helpen. Want dat is waarom dat ik nu ook doe wat ik doe. Ik wens je een fantastische week nog en misschien tot binnenkort. Dag!